uit Italië. Irene Germini. Ook zij was er in Barcelona bij. Inmiddels 22 jaar. Na de wedstrijden van gisteren stond ze 18e. Ze moet dus nu met haar laatste optreden, de oefening met de bal, zeker stellen dat ze in ieder geval bij de eerste 20 zal gaan eindigen. Net zoals bij het lint geldt met de bal dat zowel de rechterhand als de linkerhand daarin moet participeren. Je ziet ze nu dus links de bal hebben en overgeven naar rechts. Maar als je dat tijdens zo'n compositie blijft volgen, dan zul je dat regelmatig zien gebeuren. Als dat niet het geval is, dan geeft de jury voor de uitvoering daar een aftrek voor. Irene Germini, ze heeft de bal volledig onder controle kunnen houden en ook zichzelf. Haar pirouettes, haar houdingen waren goed in balans.